De eerste persoon die ik het vertelde, die dacht echt dat ik wilde vertellen dat ik zelfmoord wilde plegen. Want zo hoog zat het bij mij. Ik moest echt iets kwijt wat voor mij zo belangrijk was. Maar toen ik het had gezegd, toen begon het leven opnieuw. Het was alsof ik voor de tweede keer geboren was. Wat mooi. En voor de tweede keer en dan ineens echt mezelf kon zijn. Mijn ouders reageerden goed toen ik vertelde dat ik verliefd was op een meisje en zij ook op mij en dat we verkering hadden. Maar toen was ik al 19 of 20. Ik heb het diezelfde avond ook tegen mijn ouders verteld en tegen mijn zusje en broer, want iedereen reageerde eigenlijk een soort van, ach, dit was het maar, weet je wel. En dat was wel heel fijn. Ik zit als allereerste tegen echt een van mijn allerbeste vriendinnen. En dat ging over een jongen die we allebei goed kenden. En dat was een beetje zo van, ja, ik vind eigenlijk alleen maar jongens leuk. Maar dat wist ze al, natuurlijk. Ik was niet 13 en dacht, ik ga mijn ouders eens even vertellen dat ik meisjes leuker vind dan jongens. Wist je dat toen al? Nee, maar ik had wel altijd ruzie met lesbische juffen op school. Dus ik denk dat dat een soort van onderlaag is geweest. Ja, mijn coming out was, ja, hoe was dat? Voor mezelf toch best wel laat eigenlijk, denk ik. Ik denk dat ik een jaar of 17, 18 was toen die gevoelens gewoon steeds sterker werden. Ik had ook gewoon een vriendinnetje waar ik ook echt verliefd op was. En ja, op een gegeven moment begon ik steeds meer om me heen te kijken en vond ik jongens ook leuk. Toen heb ik eigenlijk heel snel tegen mezelf gezegd van oké, dit is zo, dus je kan jezelf of nu accepteren of wanneer je 50 bent. Maar het komt er toch een keertje uit. Uiteindelijk was ik, toen ik het zelf wel wist, was ik 19 zo'n beetje. Ja. Toen kreeg ik ook mijn eerste vriendinnetje. En toen ik echt daar open over was, was ik eigenlijk wel, nou, wel 24 pas eigenlijk. Ja, mijn was redelijk relaxed. Alleen ik heb mijn ouders ook niet neergezet van, hé, ik val op jongens. Zo heb ik het ook helemaal niet gedaan. Het was eenmaal zo. Nou, ik heb 3 broers. 2 oudere broers en 1 broertje. En had ik nooit eigenlijk thuis horen vertellen dat ze op meisjes vielen. Dus nooit horen zeggen van, pap, mam, ik moet je wat zeggen. Ik ben heteroseksueel. Ja. Nee, dat heb ik ze echt nooit. Dus toen dacht ik, of ik vond, dat ik dat ook niet hoefde te doen. Ik was 16 jaar oud toen ik uit de kast kwam. Op pakjesavond kwam ik uit de kast. Oh joh, echt? Ja. Sinterklaas hier. Ja, het is heel erg grappig. Het is makkelijk ook. Het was heel erg makkelijk, want, nou ja, makkelijk. Ik bedoel, het was makkelijk omdat iedereen erbij was. En ik hoefde niet voor elk familielid de hele tijd uit de kast te komen. Ik had het gewoon gelijk in 1 keer gedaan. En toen heb ik tijdens kerstavond, wat ik echt heel, ik moest ook meteen huilen hoor, dus het was echt alle cliché dingen. Toen lag de kip op tafel, kalkoen, weet ik veel wat. En toen zei ik, wilden we iedereen gaan eten. Toen zei ik, nou, ik wil 1 ding zeggen. En ik had wel tegen mijn oudste broer van tevoren verklapt. En die zei, je moet als iets enthousiast brengen. Ja. En toen zei ik, jongens, ik wil 1 ding zeggen. Toen zei mijn vader nog van, kunnen we niet gewoon gaan eten nu? Want het vlees lag koud te worden. Toen zei ik, nee, ik wil 1 ding zeggen. Toen ging ik heel hard huilen en toen zei ik, ik heb een leuk iemand ontmoet. En toen wist eigenlijk iedereen wel wat dat betekende. En hoe oud was je toen? Ik was toen 21, 20 of zo. Okay. Toen ik 11 was had ik al gewoon zoiets van, ik heb heel vaak het gevoel dat ik graag een meisje wil zijn. En toen heb ik dat uitgesproken naar mijn moeder en ik schrok daar heel erg van dat ik dat zei. Omdat het echt mijn diepste geheim was en dat ik nooit gedacht dat ik met iemand ook maar iets zou delen daarover. En schold je uit? Nee, mijn moeder zei echt van, nou dat kan. Dat is niet raar, dat kan. En dat was eigenlijk de beste reactie die je kan krijgen. Alleen ik schrok zo erg van mezelf dat ik gewoon daar niet op kon letten dat ik zo'n mooie reactie kreeg. Dus eigenlijk vanaf mijn 11e dat ik een beetje erachter kwam van ja, er klopt iets niet. Maar ik wist niet van het bestaan van transgenders of ik wist niet dat transgender een ding was. Dus ik dacht gewoon meer van, ik heb het gevoel dat ik soms een meisje wil zijn. Dat was wat bij mij de eerste alarmbellen bij mezelf van, dit is raar. En het is een ander gevoel dan dat de meeste kinderen om me heen hebben. Ik heb dat woord homo heel lang niet gebruikt. Want dat vind ik vond ik toen ik jong was een heel lastig woord. Ik groeide op in een heel leuk Brabants dorp, maar daar was homo op de voetbalclub en op school een heel normaal scheldwoord. Mm-hmm. Dus ik had echt een hele negatieve associatie met het woord homo. Ja. Dus ik was 17 denk ik, of misschien net 18. Toen was ik voor het eerst echt verliefd op iemand. En toen dacht ik, ja, nu moet ik het wel gaan vertellen. Dus heb ik verteld, ik ben verliefd op Simon. Ja. Want ik wilde niet zeggen, ik ben homo of val op jongens. Ik wilde zeggen, ik ben verliefd op iemand anders. Want dat is wat goed voelde. Ja. Ik heb wel eens geprobeerd steekjes te laten vallen, zeg maar. Van ja, ik moet een opdracht maken voor school. En hoe zou je je voelen als jouw kind op hetzelfde geslacht viel? Het was geen opdracht, maar dat was mijn idee. Puur, om te kijken van hoe reageren ze daarop. En toen heb ik maar gewoon besloten om het niet te vertellen. Ja. Want ja, daar reageerde op niet heel positief. En toen dacht ik wel van ja, dan maar liever niet. Ja. Het was vanuit iedereen, vanuit mijn hele familie, vanuit iedereen was het meer bezorgdheid. En ze vonden het heel vervelend dat ik me zo lang ongelukkig heb gevoeld. Maar het was vanaf moment 1. Mijn vader stond op, gaf me een knuffel, zei dat hij van me hield. Ik heb eigenlijk alleen maar goede reacties gekregen. Nee, ik heb nooit gezegd van ik val op vrouwen. Maar ze weten het nu. Op de manier zoals dat ik het doe. En dat vind ik prima. Want ik woon ook niet thuis, zeg maar. Ik woon bij een pleeggezin. En bij een hele goede vriend van mij. En daar word ik helemaal geaccepteerd. Ik had eerst lange haar, ik heb nu kort haar. Ik kan nu zijn wie ik ben. Dat zeg ik binnen dus een half jaar woon ik daar nu. En ik ben nu pas aan het leren wie ik echt ben. Mm. Ik leer nu pas van mezelf te houden. Ja. En dat heb ik toen allemaal achterwege gelaten, omdat ik niet mezelf kon zijn. Ja. Daarom vind ik het zo ongelooflijk belangrijk dat mensen gewoon hunzelf kunnen zijn van jongs af aan. Ja. En dat dat niet zo ingekropt hoeft te worden, dat het zo moeilijk wordt om eruit te halen. Ja, dat het zo onderdrukt wordt. Precies. Ja. Dat je al zoveel moeite hebt, want ik heb nu al moeite om mezelf te zijn. Terwijl dat gewoon van tevoren had moeten gebeuren. Mm-hmm. Ja. Ik heb ooit een soort filmpje gemaakt waarin ik op zo'n bordje had geschreven ik ben homo. En dan kwamen de regenboogballonnetjes omhoog. En die was ik van plan om aan mijn familie te laten zien. Maar toen heb ik op oudjaarsavond gewoon gezegd, mag ik even wat vertellen? Ik ben homoseksueel. En mijn familie reageerde daar heel erg goed op. En toen op een gegeven moment heb ik het niet meer verloochend in de klas. En daar zijn de nodige mensen afgevallen en er zijn de nodige mensen bijgekomen. Had jij echt een plan van aanpak? Nee, ik had geen plan. Maar bij mij is het wel dat ik in een YouTube-video ook wel uit de kast ben gekomen. Dus ik had wel van tevoren bedacht, oké, hoe ga ik dit tegen mijn volgers of mijn kijkers zeggen? Maar voor mijn familie... Bewust. Ja, dus voor mijn familie weet ik wel dat ik op dat moment dat ik verliefd was op een meisje, dat ik 18, 19 was. Toen was het was echt een familieverjaardag, dus mijn vader was jarig, dus de hele familie was bij ons thuis. En ik dacht, oké, dit wordt het moment dat ik ga vertellen dat ik over een meisje verliefd ben. Zo, ja. Maar echt janken, ik weet niet, ik ben gewoon een heel emotioneel persoon. Dus bij al dat soort dingen moet ik gewoon huilen. Ja. En zo uit ik mijn gevoel. En dat is heel fijn, goed. Want de reactie van mijn familie was ook heel goed. Maar ik had niet echt van tevoren uitgedacht. Ik dacht, nu moet ik het gewoon doen. Ik ben toen uit de kast gekomen als bi naar mijn hele klas. En een maandje later kwam ik erachter dat het woord panseksueel bestond. En dat het eigenlijk veel beter bij mij paste. Omdat het wat allesomvattender is en dat vind ik veel fijner. Ik heb het verteld aan mijn beste vrienden, vriendinnen. Mm-hmm. En dat heeft het gewoon dus een beetje verspreid zo door de klas en door de school. Ah. En ik vertelde gewoon van, nou, ik ben heel erg verliefd geworden op een meisje. En volgens mij hebben we verkering en een beetje zo. Het was helemaal stil in de klas toen ik het vertelde. En ik hoopte eigenlijk dat mensen vragen gingen stellen. Maar iedereen was gewoon heel unaniem. En ik wist wel dat dat acceptatie was. Maar het voelde toch vooral heel leeg. Ik besefte pas dat ik homoseksueel was toen ik 19 was en op kamers woonde. En dat heb ik toen best wel een tijdje voor mezelf gehouden om dat toch uit te zoeken. En voordat je dat dan echt zeker weet, ja, wanneer weet je het nou zeker? En... Maar is dat ook omdat je het dan eigenlijk niet wilt? Nee, ik wilde het eigenlijk helemaal niet. En het was ook nog eens een keer in de periode dat HIV opkwam, AIDS. Dus ineens was homo zijn dodelijk. Ja, daar wilde ik niet aan. Het was een homoziekte, hè? Het was een homoziekte. Toen werd zo, althans zo toen gezegd. En het heeft wel even wat langer geduurd voordat ik durfde te zeggen, jongens, ik ben homo. Ik wist, bij mij denk ik dat wanneer het juiste moment was, toen ik wist dat het eruit mocht van mezelf, zeg maar. Dat ik het zeker wist, dat er geen verandering in meer zou komen. Dat je dan zeker weet van, oké, nu mag de rest het ook weten. Want nu weet ik het voor mezelf zeker. Je hebt niet zoveel te willen wat geaardheid betreft. Hè? Je bent ineens, ontdek je dat je homo bent en dan daar heb je het maar mee te doen. Ik had wel verwacht dat ik mensen zou kwijtraken. Dat was ook mijn grootste angst. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik die mensen ben kwijtgeraakt. Daar wil ik geen eens vrienden mee zijn. Die horen niet eens om me heen te zijn. Het vervelende vond ik wel dat je daarna eigenlijk bij iedereen in je omgeving nog een keer uit de kast moet komen. Je komt natuurlijk wel 1000 keer in je leven uit de kast. Iedere keer weer opnieuw. Iedere nieuwe situatie moet je weer vertellen dat je met een man bent in jouw geval en niet met een vrouw. Het moeilijkste in dat hele proces van coming out voor mij was ook leren van mezelf houden om gewoon wie ik ben. En dit is ook wat ik altijd tegen iedereen vertel. Leer eerst gewoon om van jezelf te houden, weet wie je bent en weet dat jij gewoon jij bent. Dat je mezelf mag zijn. Ja, je mag er zijn. Nou, bij mij is dat wel gezegd. Maar ik denk in mijn geval had ik het liefst eigenlijk eerder doorgehad dat de wereld niet zou vergaan als ik hardop zou zeggen dat ik homo was. Dat heeft me wel even... Ik heb me best wel wat zorgen gemaakt. Mm-hmm. En toen die coming out helemaal achter de rug was, toen was het echt was de last van mijn schouders. En ja, dat was zo fijn. Dus wat dat betreft... is dat eigenlijk het enige wat ik liever had willen weten.